Volksvloggen, morgen het laatste deel. Dit is TV1. Over een 15-tal minuten is er de wekelijkse editie van Sport op zaterdag. Om 11 uur gevolgd door een nieuwe aflevering van de politie-serie In de hitte van de nacht. Maar eerst is er het 10:30 journaal met Jan Becaus. Polen doet een beroep op westerse hulp en vraagt tegelijk begrip aan de Sovjet-Unie. Op de grens tussen Oostenrijk en Hongarije filmde een BRT-ploeg de vlucht van DDR-burgers naar het westen. President Barco van Colombia verklaart de oorlog aan de drugbaronnen. Die bijten intussen fel van zich af. Dames en heren, goedenavond. De Poolse vakbondsleider Lech Walesa heeft een eind gemaakt aan de staking van de spoorwegarbeiders in de stad Lodz. Walesa vroeg de stakende spoormannen de taak van de nieuwe premier Mazowiecki niet nog extra te bemoeilijken. Daar hadden de stakers begrip voor en ze zetten een punt achter hun eendagstaking. De reizigers in Lodz zaten vast in het station. De spoorwegmannen van Lodz hadden het werk neergelegd om hoger loon te eisen. Vakbondsleider Walesa vond evenwel dat de stakers hun actie moesten beëindigen om premier Mazowiecki toe te laten een nieuwe regering te vormen. Verwacht wordt dat de nieuwe regering zware besparingen zal moeten opleggen om de Poolse economie er opnieuw bovenop te helpen. Het gevaar bestaat dan wel dat de arbeiders zich tegen hun eigen vakbond Solidariteit zullen keren. Maar volgens Walesa is de verkiezing van Mazowiecki een doorbraak die nu niet mag vergooid worden. Zdobycze premiera, który razem jeszcze w maju na Staropianie w stoczni pod stołem spał razem z robotnikami, dziś jest premierem naszym, jest to wielka zdobycz polityczna, natomiast od niej na razie jeszcze chleba nie przybyło. Ale teraz w imię szacunku dla siebie, wzajemnego szacunku, musimy zrobić wszystko, aby rzeczywiście w tym kraju działo się lepiej ekonomicznie. De Polen verwachten van het Westen dan ook niet alleen morele, maar ook economische steun voor hun hervormingen. De nieuwe Poolse premier en ook Walesa zelf hebben enkele vooraanstaande Amerikaanse politici gevraagd om meer hulp te leveren. Vorige maand heeft president Bush bijna 5 miljard frank beloofd, maar de Polen zeggen dat ze 100 keer meer nodig hebben. Hulp van het Westen, maar dan wel zonder de Sovjets voor het hoofd te stoten. Solidariteit heeft alvast moeten beloven dat Polen niet uit het Warschau-pact zal stappen. En de eerste niet-communistische premier van Polen in meer dan 40 jaar heeft alvast besprekingen gevoerd met Vladimir Kryuchkov, het hoofd van de KGB, de Russische geheime dienst. Geen enkele Poolse politicus kan immers om de politieke realiteit heen. Economische steun van het Westen en politieke tolerantie uit het Oosten, zonder de arbeiders van zich te vervreemden. Dat is de uitdaging voor Mazowiecki. De steun van de machtige katholieke kerk in Polen heeft hij zeker. Kardinaal Glemp heeft honderdduizenden Polen opgeroepen om mee te werken aan het herstel. Voor de nieuwe Poolse premier Mazowiecki alleszins een riem onder het hart. Hij was trouwens de eerste Poolse regeringsleider die deze grote religieuze plechtigheid in Częstochowa bijwoonde. Maar naar eigen zeggen was hij hier als gelovige en niet als politicus. En terwijl de Polen langs politieke weg het communistische juk trachten af te schudden, doen vertwijfelde Oost-Duitsers dat door hun land te ontvluchten. Vannacht zijn er weer meer dan 100 DDR-burgers vanuit Hongarije naar Oostenrijk gevlucht en dit ondanks de strengere controles aan de Hongaarse grens. Er is zelfs een paramilitaire groep ingezet om de vloed Oost-Duitse vluchtelingen tegen te houden. Een ploeg van het BRT-journaal heeft op de Hongaars-Oostenrijkse grens opname gemaakt. Aan de Hongaarse kant ligt het plaatsje Sopron. Het is een van de belangrijkste grensovergangen richting Eisenstadt in Oostenrijk. Een paar kilometer ten noorden van Sopron ligt Fertörakos. Dat dorpje is bijzonder goed bekend bij Oost-Duitsers die naar het westen willen. Van bij de Oostenrijks-Hongaarse grens een eerste verslag van Stefan Blommaert. Fertörakos was ooit nog Duits, getuige de tweetalige plaatsnaamborden. Het dorp ligt midden in de heuvelachtige grensstreek. Tot voor kort was het onmogelijk om hier zonder geldige reden te komen. Bij dit wachthokje werd iedereen tegengehouden. Nu is de slagboom verdwenen, het hokje is verlaten, de wagens rijden gewoon door. Vlakbij ligt Neusiedlerzee. Het grootste deel daarvan is Oostenrijks grondgebied. Op de camping bij het water staan heel wat caravans en wagens met DDR-nummerplaat. De meeste Oostduitsers komen hier duidelijk met de bedoeling een vluchtpoging te ondernemen, maar ze willen het niet openlijk zeggen. Ze zijn bang, ze hebben nog alles te verliezen. Het grensgebied bij Sopron ademt een vreemde atmosfeer uit. Vroeger maakte het deel uit van het IJzeren Gordijn. Nu is dat...